Ik ben Jannico Appelman, ik ben gedeputeerde van de provincie Flevoland, verantwoordelijk voor economische zaken en dus ook voor de Floriade. Nog een jaar te gaan en dan opent de Floriade Wereld Expo 2022 haar poorten in Almere. Daar zijn we ongelooflijk trots op en iedere dag zien we de expo groeien tot een hele inspirerende omgeving. We hebben eigenlijk al heel veel werk verzet. Samen met ondernemers heeft Flevoland innovaties aangejaagd, challenges gebouwd, prijsvragen uitgeschreven om uiteindelijk de innovaties van morgen op de expo ook te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan de Flevolandse sojateelt, een belangrijk onderdeel voor de eiwitstrategie en de eiwittransitie. Flevolandse boeren en ondernemers hebben daar samen de teelt, de vermarkting en de menus voor ontwikkeld. Maar ook de bruggencampus. We hebben circulaire bruggen laten ontwerpen, gebouwd van circulaire regionale materialen met cementloos beton. Maar niet alleen dat, er is ook een hele bruggencampus omheen gebouwd. We hebben samen met onze chef-kok Sharon de Miranda het Flevolandse menu van de toekomst ontwikkeld. Een menu gebaseerd op een duurzame en gezonde leefstijl met lokale producten. Maar ook de Flevolandse boeren hebben we gestimuleerd in het aanjagen van de korte ketens en de lokale afzet. En om dat te laten zien hebben we natuurlijk ons Flevolandse paviljoen. De Flevolandse inzending, het paviljoen Food Forum, waar we al die exposities en innovaties straks ook echt aan het grote publiek kenbaar maken. Ik hoop jullie daar straks allemaal ook te ontmoeten. Het is een inspirerende omgeving voor een duurzame toekomst van Flevoland.